Jongens, daar zijn we weer. Welkom in de grote prachtige stad genaamd Content Veen. We staan hier weer in het nieuwe gedeelte, namelijk het industrieterrein. En ik heb in de vorige video's daar een groot platform gebouwd waar ik vandaag mee verder wil. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik even naar mijn nieuwe vriendin of vriend, hoe je het wil zeggen, Fiona. Hier namelijk een flashback van de vorige aflevering dat we haar leren kennen. Daar je was al voltooid. Je was al voltooid. Hallo. Oh mijn god, het werkt niet. Hallo? En wie ben jij? Hallo, ik ben de persoonlijke Boe Content Veen assistent. Je bent de persoonlijke Boe? Content Veen assistent. Waarmee kan ik jou helpen? Oh mijn god, persoonlijker, ik snap hem. Je bent gewoon letterlijk tot leven gewekt. Ja. Hartstikke leuk natuurlijk. Ik heb haar hier in dit huis gestopt. Ze is letterlijk, ik ben inmiddels een dag verder in het leven. Gewoon in het echte leven, weet je. En ze is letterlijk nog steeds gewoon om erheen aan het kijken en gewoon aan het zijn. Wat ik al zei, het is echt nog een ergere robot dan Fred. Ze kan amper praten, ze kan amper zijn. Kijk, volgens mij heeft ze niet eens door dat... Oh, ze heeft wel door dat... Nee, ze heeft niet door dat ik er sta. Maar wat ik dus vandaag wilde doen om de video mee te beginnen, is Fiona hier introduceren aan Fred. Dus ik ga Fiona even meenemen. Hallo, Fiona. Hey. Hallo. Hey. Ik ben de persoonlijke Content Veen assistent. Jij bent de persoonlijke Content Veen assistent. Kan ik je helpen? Loop even achter me aan, oké? Okay? Begrepen. Begrepen, kom maar mee. Kijk, dan gaan we je even naar een leuke plek brengen. Een plek brengen. Namelijk hier op de Dam. Ik wilde namelijk een mooi plekje verzinnen, jongens. Waarin ik Fred en Fiona een meeting kan geven. Weet je, dat ze elkaar op de meest ideale wijze leren kennen. Dus als jij hier kan staan op dit cobblestone-blokje hier. Ja, daar ja. En dan mijn kant op kan kijken. Ja, is het goed zo? Als dat goed voor jou is, is dat voor mij ook. Dan is dat helemaal prima voor mij. Oké, blijf hier staan. Ik ga iemand halen. En ik wil dat jij dan met hem gaat communiceren om hem blij te maken, oké? Okay? Hij houdt van groen. Zijn naam is Fred. En jij vindt hem leuk, oké? Okay? Fred heeft mij gemaakt. Fred heeft jou gemaakt, inderdaad. Oké, nou, ik ga Fred halen. Blijf staan. Dat is goed. Oké, jongens, laten we Fred halen. Ik hoop dat hij bij de bank is. Het zal waarschijnlijk wel. Of hij is misschien bij zijn kraampje of zo. Geen idee. Fred! Fred! Oh, hij is bij zijn kraampje. Ik zie hem al. Fred! Hey, Fred! Hallo. Hey, hoe is het? Dat is lang goed. Geleden. Dat is en lang geleden, met trouwens. Jou? Het gaat helemaal goed. Ben je lekker dingetjes aan het verkopen? Nee. Niemand koopt wat, hè, bij een kraampje? Nee. Moet ik wat halen? Ja. Ik wil graag... Jemig, ik koop echt allemaal onze, wat ik allemaal niet nodig heb. Wacht even hoor. Doe maar 64 groene kaarsen. Oké, dat is mooi. Hoe duur is dat? Wat heb je te bieden? 1 groen. Mooi. Nou, hoppakee, we hebben groene kaarsen. Fred, ik wil je aan iemand introduceren. Wie dan? Loop maar even mee. Waarom? Omdat ik denk dat je er wel heel leuk gaat vinden. Oké. Kom tot ziens. Kom tot ziens. Hoe sta jij ervoor met een vriendin, Fred? Heb jij ooit wel eens nagedacht? Oh, wat ben je aan het springen? Wat is dat? Waarom spring je? Dat heb ik je nog nooit zien doen. Dat heb ik geleerd van mijn vrienden. Kikkers. Kikkers? Oh, omdat ze zeker groen zijn. Ik wou net zeggen omdat ze groen zijn. Dat vond ik mooi. Maar... Lopen is sneller, hè? Dat weet je. Dat zeiden zij van niet. Fred, hoe sta jij ervoor met een vriendinnetje? Wat is dat? Dat is iemand die jouw wederhelft is. Jouw partner, je soulmate. Heb jij die? Nee. Oké, nou, dan ga ik je aan iemand voorstellen. De naam is Fiona. Jij hebt er blijkbaar gemaakt. Maar ik denk dat je er nog nooit zoals dit gezien hebt. Oké? Het is namelijk de persoonlijke Content Veen assistent in het echt. Dan moeten we de andere kant op. Nee, ze is hier. Ik heb je hier. Ze is hier, Fred. Wat? Ze is hier. Hoe kan dat? Kom, ik heb je hier neergezet. Hoe kan dat? Kijk, daar staat ze. Oh nee. Fred, nee, Fred. Ben je een beetje verlegen? Ja. Oké, weet je? Je loopt gewoon naar haar toe en laat haar je groen zien, oké? Ja, kan ik. Dit kan je, oké? Laat gewoon, laat alles... Alles wat jij in petto hebt, ga je aan haar laten zien. Kom op, je kan het. Je kan dit. Oké. Hallo, mijn naam is Fred. En... Wat nu? Help, ik hou van groen. En... Andere dingen. Ja... Ik ben de persoonlijke Content Veen assistent. Waarmee kan ik je helpen? Wil jij mijn groen zijn in het leven? Ik kan niet omgaan met kleuren. Misschien kun jij de update doen, Fred? Error. Kan ik je nog ergens anders mee helpen? Nou, dat verliep iets minder goed dan verwacht.
Fiona, ik hou geef me even 2 seconden. Ga jij maar in de tussentijd, weet ik voor wat, leuk naar de kraam kijken of zo. Ik weet het niet wat jij doet. Dat is goed, tot zo. Tot zo. Fred, waar ben je? Waar is hij nou? Fred? Huh? Waar is hij heen? Wat een ongemakkelijk intro. Oh mijn god, hij zit daar in het hoekje. Fred, wat ging er fout? Het was zo romantisch, leek het allemaal. Wat ging er fout? Alles. Je hebt je er groen laten zien. Ja. En, wat zei ze? Niet veel. Maar, hè? Ik dacht dat je dit heel leuk vindt. Vind je het leuk? Vind je haar leuk? Of vind je het gewoon zo spannend dat je niks durft? Spannend. Spannend. Oké, okay, weet je wat? Ik heb een idee, Fred. Ik geef je even een dag of zo, of twee, weet je. Ga jij ergens gewoon een leuk plekje voor de maken? Desnoods in je huis of weet ik voor wat verzinnend, weet je. Een picknick ergens in het wild of zo. En maak iets moois voor haar, weet je. En zorg dat het met haar matcht en zo. Dan zorg ik dat zij daarheen gaat. En dan kunnen jullie daar samen een leuke picknick houden en meer elkaar leren kennen. Geen druk in de stad en zo. En geen weet ik voor wat allemaal. Al die mensen om je heen en weet ik voor wat. Gewoon lekker in het wild. Een picknick met z'n tweeën. Wat dacht je daarvan? Als je dat nou voor gaat bereiden? Nee. Hoezo niet? Spannend. Doe dat nou gewoon, dan ga ik mee, oké? Okay? Om dan met haar te praten en jou en dan kan je een beetje, dat is iets minder druk. Oké, dan, afgesproken. Ja? Oké, okay, ga jij snel dat doen? Ik ga even slapen. Zo, dan kan jij dat doen en dan zorg ik wel dat ze misschien morgen of zo dan een picknick kunnen doen, oké? Okay? Oké. Prima. Doei. Dag Fred. Dag. Oh mijn god, dat was ongemakkelijk dat Fred gewoon niet wist wat hij moest zeggen. Fiona, Hiro. Ja, wat is er? Laten we jou gauw naar binnen brengen voordat het gaat regenen. Want ik denk dat jouw systeem nog niet echt een... weet ik wat daarvoor heeft. Ik breng je wel even naar hetzelfde huisje weer. Het is op dit moment 16 graden. En er is geen regen voorspeld. Nee, er maar komt voor... een zuidoostelijke wind met een windkracht van 6. Oké, prima. Even goed ga ik je even binnen zetten. Kom maar mee. Oké. We zetten je even hier weer. Dan mag je weer doen wat je wil. Ik weet niet of je aan de lader moet of zo. Of dat jij moderner bent dan Fred. Nee. Nee, als in je moet niet aan de lader of je... Nee. Moet... Het zal wel, dag. Zo. Oké, jongens, Fred gaat een picknickplek bedenken voor Fiona. En dat gaat denk ik niet met deze aflevering gebeuren, want je zag dat het was best wel behoorlijk ongemakkelijk. En ik wil dat nou niet echt pushen of zo, weet je? Ik hoor de bliksem. Dat is meestal nooit goed. Oeh, dat was heel raar, die bliksem. Maar goed, het maakt allemaal niet uit. Jongens, dan nu zijn we op het punt aangekomen wat ik aan het begin van de video zei. Dat ik verder wil bouwen met dat gedeelte daar, of aan dat gedeelte daar, kan ik beter zeggen. Ik wil die muren moeten nog dichtgebouwd worden natuurlijk. Er moet nog een route naartoe. Die is er nog niet echt. Ik weet ook nog niet hoe ik dat ga doen. Ik denk dat ik misschien een soort van hele ouderwetse lift ga maken hier. Die dan met kettingen zo omhoog gaat en zo. En dan stiekem erachter zit gewoon een waterlift waarmee omhoog kan. Maar dat eruit ziet als een soort van lift die aan kettingen zo vast zit, waardoor je zo omhoog gaat. Het is net alsof ik een koe aan het melken ben. Daar moet ik nog even naar kijken. Misschien dat ik dat pad daar beneden een keertje gewoon steen van maak. Want dat is nu natuurlijk nog steeds van dat gras en zo. Dus daar moet dan iets komen. En wie weet ga ik hier wel stiekem een beetje aan de slag. Of bouw ik daar al wat huizen. Of ga ik misschien wel aan de hele andere kant, namelijk hier bij de dam weer aan de slag. Ik heb eigenlijk helemaal geen idee. We gaan het gewoon zien. Dus laten we de timelapse beginnen. Maar voordat we dat doen, moet je heel even deze video liken. Je moet nu abonneren. Het is helemaal gratis. En ben je zojuist geabonneerd? Reageer dan even. Hey Max, ik ben zojuist geabonneerd. Wie weet zit jou reactie dan wel en kan ik hem een hartje geven. Oh, wat is dat leuk! En dan nu veel plezier met kijken naar deze timelapse. Ik hoop dat jullie hem leuk gaan vinden in 3, 2, 1...
weer naar een prachtige timelapse. En wat is er ontzettend veel gebeurd, jongens. Het is echt een hele lange tijd geleden dat ik zo een grote timelapse heb gedaan. Ik dacht dat ik vorige aflevering al echt een grote had. Maar deze timelapse, jongens, wauw, wat is er veel gebeurd. Ik ga jullie even lekker alles laten zien met een beetje aandacht. Ten eerste hebben wij hier de pier door laten lopen. Die loopt nu eindelijk tot de dam door. Het was natuurlijk heel kaal, het water hier en zo. Dus de pier door laten lopen was een van de eerste dingen waar ik aan dacht om het een beetje op te fleuren. Dan hebben we gewoon een paar random dingetjes gebouwd. Hier een kraampje met ja, Anvil en Cooldron, een soort ijzerkraampje. Hier wordt granite, is het volgens mij, heet het granite? Ja, granite opgeslagen. Andere opslag, blaadjes, weet ik wat allemaal. Dan hebben we vervolgens een rots gebouwd. Mooie rots hoor. Met lilypads, waardoor we er naartoe kunnen lopen als we willen, zo. En vervolgens de lilypads door naar een bootje hier. Een derde bootje is gemaakt, of vierde bootje zelfs. En een soort raar marktkraampje in het water. En dan denk je, hoe kom je daar? Maar zoals je kan zien, zit daar een deur. En hij past dan bij dit huis hierboven. Dat dit een soort van de kelder gaat zijn. En dat je dan hier uitkomt bij je bootkraampje, of weet ik wat, verzin het. Hartstikke leuk. Dan vervolgens heb ik ramen toegevoegd in de muur daar, waardoor het kasteel eigenlijk groter lijkt dan dat het is. Normaal was dat alleen een platform waar het kasteel op stond natuurlijk, maar die raampjes laten het lijken alsof het kasteel gewoon nog groter is. Nou, dan vervolgens een ding die aan een ketting hangt, alsof dat het water in wordt gehezen, weet ik wat. Overigens zit daar achter gewoon een beetje hout, maar daar kan je niet komen, dus dat is gewoon een nep raam. En dan iets wat ik al heel lang geleden had moeten doen, maar eigenlijk nooit gedaan had. En dat is een dak gebouwd op de grote brug hier, jongens. Ik heb deze brug echt al in maanden. Ik denk echt een half jaar geleden heb ik die ooit gebouwd. Maar ik heb hem al maanden niet aangeraakt. En wat een toevoeging dat hij ineens gewoon een dak erop heeft. Het doet me denken aan de Harry Potterbrug die uiteindelijk opgeblazen wordt aan het einde. Spoiler alert. Maar wow, wat is dit cool, hé. Als je dit gewoon zo ziet, wacht nog één keertje even vanaf een zijkantje. Ja, we gaan vanaf de bank kijken. Kijk hoe dit eruit ziet. Dit is toch zoveel beter, jongens. Laat even in de reacties weten of jij de brug mooi vond met dak of zonder dak. En ik denk dat 9 van de 10 wel gaan gokken met dak. Want het is gek als je hem zonder dak mooier vond. Maar goed, ik heb nog meer gedaan. Dat hebben jullie natuurlijk gezien in de timelapse. Ik heb dat daar opgevuld. Ik zei dat ik daarvan alles ging doen. Misschien begon aan de huis, maar uiteindelijk het enige wat ik daar heb gedaan is de muur opvullen met blokken, waardoor het gewoon geen pilaren meer zijn, maar een solide muur. En dan de grootste plot twist van de timelapse. Ik heb het inimini houtplatformpje weggehaald en er is een grote mega brugachtig pad gekomen. Ik weet niet hoe ik het echt kan noemen, maar wauw, wat vind ik dit mooi geworden, hé. Wat is dit een groot verschil met wat er stond. Er stond natuurlijk alleen dat houten platformpje daar waar altijd mijn spullen lagen en zo. Maar ik dacht van, wat ga ik daar nou doen, weet je? Wat voor nut gaat dat hebben? Dus ik dacht, weet je, we gaan hier gewoon een keertje aan de slag. Ik heb een muurtje hier gebouwd, waardoor je niet meer zomaar het water in kan vallen. En dan vervolgens dit grote pad hier. Het is zo lijp om hier te lopen, hè. Dan kom je hier aan, dan zie je gewoon, bam, zie je de dam zoals dit. Gelijk die, pss, mooie dam! Dan als je naar rechts gaat of links, maakt niet uit, is eigenlijk hetzelfde. Dan kom je op het eerste niveau dan van de dam, waar je eigenlijk helemaal niet kon komen. Maar het ding is, ik vond het hier zo kaal, dit gedeelte van de dam waar we nu lopen. Ik dacht van, ik wil daar wat bouwen, maar daarvoor moeten we er wel een route naartoe hebben. En dat is er nu. Dus het is aan jullie om in de reacties achter te laten, jongens, wat ga ik hier doen? Moet ik hier een huisje bouwen in het hoekje en daar ook? Of moet ik hier een stijger bouwen, waardoor het een trap is dat ik daar bovenuit kom? Dat we niet altijd maar helemaal via de begraafplaats moeten, want dat is wel erg ver om. Of beide, hier misschien een stijger met de trap en daar gewoon een huis, dat je een damhuis hebt, weet je. Ik wil in ieder geval twee dingen hier bouwen, waardoor het iets minder grijs en grauw is. En gewoon leuke details daaraan toe kan voegen, weet je. Jemig, wat een progressie in één video, hé. Dat slaat helemaal nergens op en de video is voor mijn gevoel pas net begonnen. Terwijl ik al de hele dag bezig was. Dat we met Fred en Fiona bezig waren, was ergens om 11 uur 's ochtends. En het is nu 21:15 's avonds. Dan heb ik ook nog wat leuks. Dat hebben jullie niet in de timelapse gezien, omdat ik het niet heb gebouwd. Maar terwijl ik dit allemaal aan het doen was vandaag, was Floor ook online. En die zegt, hey Max, ik heb je bestelling binnen. Ik ga jouw twee kleine damhuisjes inrichten naar jouw wens. Oftewel, ik zei, dankjewel Floor. Ik had namelijk gevraagd haar, als jullie misschien de aflevering gezien hadden, of ze van dit huisje een zandopslag kon maken. En kijk eens aan, het is een zandopslag. Het is gewoon precies zoals ik dat verwacht. Gewoon een beetje zandhoopjes hier en daar op de vloer. In de hoekjes gewoon opgestapeld zand. Hier precies hetzelfde. Een kastje, een bureautje, weet ik wat allemaal. Letterlijk dat gewoon daadwerkelijk een zandopslag. En aan de andere kant wilde ik mijn kleiopslag maken. En wat heeft Floor ervan gemaakt? Een kleiopslag samen met Bricks. Dat vind ik wel leuk. Dat vind ik wel heel leuk. Want klei en Bricks is natuurlijk eigenlijk gewoon hetzelfde, alleen al gesmolten. Dus heb je hier een hoopje klei, heb je hier een hoopje Bricks, heb je daar een hoopje Bricks. En zo gewoon een best wel leuk open haartje. Mooi Floor, dankjewel. Ze zei dat de factuur in de makelaar lag, dus laten we daar even heen gaan. In de brievenbus van de makelaar, maar die heb ik niet. Dus ze heeft het waarschijnlijk gewoon in mijn kassa gestopt. Of niet? Waar heeft ze het gedaan? In de aanvragen? Huh? Waar is de factuur? Nou, maakt niet uit. In ieder geval, ander leuk nieuws.
Julian heeft een huis gekocht. Was vergeten hoeveel dia het was. Julian heeft de fabriek gekocht, die daar. Dus die is officieel niet meer van mij. Hij is gewoon gekocht. Ik had al één diamond even gestolen omdat ik die nodig had. Maar die kunnen we dan in een ender chest doen die hier niet ligt. Dat maakt niet uit. Dan houden we het even bij ons. Wat hadden wij nog meer in de kassa? Kerstopdracht had ik al gelezen. En Jopie's winterwinkel is geopend op de Dam. Huh? Oh my days. Hoe heb ik dat al die tijd niet gezien? Ik ben hier letterlijk langsgelopen 100 keer. Dat dit gewoon geclaimd is. Jopie's winterwinkel. Voor al uw prachtige winterspullen nu te koop. Ah, wat doet hij dit slim? Hij geeft ons allemaal een winteropdracht dat wij onze huizen moeten verwinteren, weet je, verkersten. En dan gaat hij vervolgens kerstspulletjes verkopen. Sneeuw, kaarsen, ijs, rode wol en spruce leaves. Oh my, deze is wat slim van hem, Robin. Wat slim van jou. Gaan we dan niet kopen? Dat gaan we pas doen zodra wij al mijn huizen en zo gaan verkersten. En tot die tijd, even niks. Maar waar heeft Floor de factuur achtergelaten van de maker? Hè? Ik dacht dat ze... Misschien had ze die gewoon in mijn huis achtergelaten. Interieurwinkel, wacht. Oh nee. Nou, ik heb nog geen factuurtje van Floor. Ik weet eigenlijk niet precies hoeveel het is. Ze zei het wel, maar dat ben ik vergeten, eerlijk gezegd. Niet heel handig. Maar goed, maakt niet uit. Laten we even naar de vuurwerkwinkel gaan. Of de vuurwerkfabriek, kan ik het beter noemen, van Julian. Want hij heeft hem gekocht. Oftewel, dan kan dit bordje weg. Hij is niet meer te koop. Hoppakee. Het is nu officieel vuurwerkfabriek. Hoppakee. De vuurwerkfabriek van Julian. Ik ga ze alleen nog geen huisnummers geven, omdat er dus mogelijk nog meer huizen komen hier op de Dam. Oh, wat doe ik nou? Hieronder, weet je. Dus ik weet nog niet precies hoe ik het ga nummeren. Daar wachten we nog even mee. En ik weet ook dat mijn huisje hier, waar ik nu al mijn kisten in heb staan, gereserveerd is door Rini. Nou, dat wordt leuk. Deze wordt ongeveer 25 tot 30 diamonds, omdat die echt mega groot zijn. Er komt nog een zieke kelder bij. Die is gereserveerd. Dat is ook weer 30 diamonds gegarandeerd. Maar voor de rest is er nog niks gekocht. Nog steeds jammer. Dan wat ik nu wilde doen, jongens. Het oude politiebureau, huis nummer 52 van Frank. Frank is inmiddels natuurlijk het monster geworden, een soort Enderman-achtig wezen van Frederik. Dat hebben jullie allemaal gezien. Maar dit was zijn politiebureau en er staat niet betreden. En ja, wat gaan wij doen? We gaan betreden. Ik ben ook erg niet betreden. Erg gevaarlijk. Nou, dat geloof ik echt gereed van. Huh? Het is helemaal leeg. Er is iemand in de stad die dit stiekem wil gaan renoveren of gaan claimen of zo. Of wat is hier gaande? Het was natuurlijk helemaal kapot. Er was vuur en het was ontploffing en weet ik veel wat, alarm en zo. Maar dat is allemaal gerepareerd en het ziet er heel, ja, leeg uit nu. Maar ja, beter dan wat het was. Want het was natuurlijk helemaal kapot. Helemaal destroyed, als het ware. Ik ben benieuwd wat dit gaat worden en van wie dit is en wie dit geclaimd heeft zomaar. Het oude politiebureau. Er zijn twee zwarte beacons ontstaan uit het kasteel. Oftewel, Frederik is waarschijnlijk een soort van counterattack aan het doen op Bob zijn geneesmiddel. Door een soort van meer virus de lucht in te sturen. Ik snap er echt geen reet van allemaal. Als jullie een idee hebben wat die twee beacons kunnen zijn, laat het nu in de reacties weten. Max, de twee beacons betekenen en dan jouw reden. En vergeet even niet te liken en te abonneren. Kom op. Oké, laten we dan nu gelijk weer even wat nuttigs doen. Namelijk, ik heb hier echt ontzettend veel oneindig steen, jongens. En ik twijfel heel erg. Het ding is, het is namelijk leuk om te hebben. Ik ga vast wel veel ervan gebruiken. Maar ik ga never nooit in Content Veins seizoen 2 al dit steen opmaken. Het zijn echt weet ik veel hoeveel kisten vol. Oftewel, ik dacht, laat ik nou gewoon dat huis, die is nog steeds niet geclaimd door iemand, zelf claimen. Ik hoef er niet voor te betalen. Het is natuurlijk mijn eigen huis. En er is gewoon een grote smelterij naast en zo. En weet ik veel wat. Laat ik daar gewoon de steenfabriek van maken. En dan ga ik iedereen underminen die ook steen verkocht. Namelijk Floor, die verkoopt volgens mij 2 stack steen voor 1 diamond of zo. Dan ga ik gewoon doen 3 stack steen voor 1 diamond. Dan kunnen mensen echt gewoon behoorlijk wat steen krijgen voor een best goedkoop prijsje. Oftewel, nummer 65, of 56. Hoppakee. Nummer 56, steenfabriek. Alleen ja, hij is nog wel helemaal leeg. En ik denk niet dat ik hem ook zelf wil gaan inrichten. Puur omdat ik dan daar weer heel veel tijd aan kwijt ben. En dan kan ik beter mijn tijd besteden aan gewoon de stad verbeteren en zo, weet je. En aangezien het een investering is, ga ik gewoon lekker naar Floor de winkeltje weer toe. Beste Floor, laten we even een boekje schrijven. Beste Floor, het huis naast de makelaar is officieel geclaimd. Hier komt de beruchte steenwinkel van Content Veen. Ik had even een voice crack. Hier zal ik mega veel steen verkopen, want ik heb letterlijk meer dan 30.000 stenen. Dat is daadwerkelijk zo. En ook nog eens cobblestone. Ik wil graag dat jij dit gaat inrichten. En ik wil dit heel industrieel hebben. Veel ovens, veel fabriekgerelateerde dingen, apparaten en belangrijk veel barrels en kisten waar ik mijn stone en cobblestone ga verkopen. Maak hem maar lekker groot, 2 verdiepingen. Begaande grond is voor de sier, daar komen alle apparaten en ovens. Dat je dus door de ovens en machines heen moet komen en zo. Apparaten slash machines maak ik dan ook van. 2e verdieping is daadwerkelijk voor de shop. 1 kant stone, 1 kant cobblestone. Dat je dan door de apparaten, machines, smelters gaat naar boven. En dan kom je daar bij de winkel terecht. Weet je, dat je wel even een sierroute doet. Gewoon even dat je een beetje de winkel ziet. Je kan lekker de muur uithakken, dus maak het zo groot als jij wilt. Ik verwacht een factuur bij Walnut Makelaars wanneer dit klaar is. Met vriendelijke groet, koning Walnut. Althans, koning is het niet meer. Binnenkort weer koning Walnut. Groetjes, binnenkort weer koning Walnut.
Sign, steenfabriek. Sign en close. Hoppakee, dan doen wij hem hier erin zo. Waarschijnlijk hebben die andere prioriteit natuurlijk. Maar ik hoop dat ze die van mij ook lekker binnenkort doet. Ze heeft wel druk hoor, Floor, met deze winkel. Ik denk dat Floor oprecht de rijkste persoon is van Content Veen op het moment. Slimme smelters, BV. Ja, Robin zijn winkeltje begint ook al op te schieten hoor, jongens. Hier komen de smelters natuurlijk. En dan kan ik een smelter krijgen. Dan ga ik mijn eigen smelter absoluut claimen. Want ik heb zoveel dingen die ik nog steeds moet smelten. Maar dat ik gewoon nooit zin of tijd voor heb. Ik ben heel benieuwd. Hey, Ben's Binnenshop is helemaal een kerstsfeer. De kerstspecial is geopend. Oh mijn god, het is nog november en de kerstspecial is al geopend. Oh mijn god, waar is de kerstspecial? Oh, hier is het. Kerstkransen, kerstmannen, suikerstokken. Oh, die wil ik eigenlijk wel wat kopen, hè. Wat gaan we hier kopen, jongens? Welke gaan we halen? Welke is leuk? Ik vind deze heel leuk. Hier, ik wil er twee halen. Deze en... Ik weet niet wat dit is, maar... Oh, het is een cadeautje. Natuurlijk is het een cadeautje. En natuurlijk de kerstman doen we. Kost 2 diamonds. Nou, hebben we er wel voor over. 1, 2. 1, 2. Kijk, Ben's Banner Shop. Dankjewel, Ben, voor de mooie banner. Dan moet ik nog heel even mijn huisje hier, die natuurlijk nog steeds van mij is. Ja, alleen ik woon er niet echt meer. Moet ik even, ja, het Halloween gedeelte slopen, want het is natuurlijk geen Halloween meer. Dus dan alle dingen die daarmee te maken hebben, halen we eventjes weg. Kijk, nu ziet het er gewoon weer uit zoals het hoort. Die moet naar beneden. Dan kunnen we dat ding even hier oppakken. Dan kunnen we hier die lantern oppakken. En kijk, het is weer normaal. Nou, dan gaan we even... Wat doen we? Zullen we de kerstman hier hangen zo? Kijk, dan zijn we al een beetje in de kerst. Niet helemaal, maar gewoon een beetje. Ook al woon ik hier niet meer echt, dan doen we die andere in mijn kamer plaatsen natuurlijk. Want ik woon weer in mijn kasteel. Dat hebben jullie vorige aflevering gezien. Of die aflevering daarvoor zelfs. Waar gaan we die plaatsen? Hier, kijk, zo. Hebben we ook nog eens een kerst... Nee, die, trouwens. Die doe ik hier buiten. Kerstkrans hang je altijd voor je deur. Oftewel, hier zo. Kijk, de kerstkrans hangen we voor de deur. Hoe leuk is dat? Normaal hang je hem op je deur, maar dat is een beetje vervelend. En dan mijn coole Halloween banner. Die plaatsen we gewoon eventjes hier in de kist. Want het is geen Halloween meer, weet je. Dus die banner heb ik niet meer nodig. En dan nu. Dan gaan we een keer naar de hele andere kant van de stad. En dan bedoel ik niet eens de stad zelf. Gewoon de andere kant van de stad. Muren. Ik denk dat ik het zo kan benoemen, inderdaad. Gewoon buiten de stad. Ik heb jullie namelijk volgens mij al een keer in een video verteld dat ik binnenkort hier ook aan de slag wil. Ik wil namelijk, laat ik even laten zien, een pad daarin richting voor, een pad richting het water daar en een pad richting de jungle. En dan hier overal farms hebben. Dus ik dacht, laat ik met mijn goede gedrag vast beginnen met hier een beetje boompjes weghakken. Zodat we even het landschap goed kunnen gaan bekijken, weet je. Want ik weet nou niet echt hoe het hier uitziet. Ik weet dat het, ja, er staan overal bomen en zo. En daardoor kan ik niet echt zien wat het is. Maar volgens mij is het een redelijk plat landschap met een beetje heuveltjes, maar helemaal niet hoge bergen en zo. Ja, daar en daar. Maar dat is mooi, want daar kan je het pad tussendoor laten lopen. Dus deze boompjes moeten worden weggehaald. Want we gaan natuurlijk mooie custom trees bouwen. Gewoon eigen boompjes wil ik er hebben. Ik wil helemaal niet deze lelijke witte boompjes. Vind ik helemaal niet mooi, die birchbomen. Net zoals gewoon normale oakbomen vind ik ook helemaal niet mooi. Dark ook daarentegen en spruce. Dat zijn gewoon echt leuke bomen op zichzelf, weet je. En dit, maar dit is gewoon te simpel, te vierkant, te saai. Dus laten we die even allemaal weghalen. Oh, het is nog best wel veel werk om dit te doen. Ik heb het wel vaker gedaan in de stad natuurlijk, want waar de stad nu staat, waren ook allemaal bomen. En dat waren pas echt moeilijke bomen om weg te halen van die dikkerts. Maar ik ben gewoon vergeten hoe saai poepwerk het eigenlijk is om gewoon een beetje bomen te hakken en zo, weet je. En die pompoenen nemen we ook gelijk mooi mee. Ik hoef geen willekeurige pompoenen door het landschap te hebben. Ik wil zeggen, het begint al aardig op te schieten, maar dan zou ik liegen. Het duurt echt ontzettend lang. Voor jullie gelukkig niet, maar voor mij wel, helaas. Maar als ik deze weg heb gehaald, zie je, dan ga ik even kijken hoe het er al uitziet nu. Ja, dan moet ik wel nog wachten op de blaadjes. Die gaan natuurlijk zelf in de loop van de tijd ook weg. Maar, kijk, zoals ik al verwacht, het is inderdaad een redelijk rustig, vredig landschap. En dat is precies wat ik zoek. Want daar kunnen we lekker de farm zo overheen laten lopen. En dan paden er tussendoor. Hier en daar een molentje. Een klein dorpshuisje of zo. Of een, hoe noem je dat? Een herberg, weet je. Waar mensen gewoon kunnen overnachten voordat ze de grote stad in gaan. Geen muren. Alleen maar hekken en weet ik wat allemaal. En grote stenen stapels als kleine muurtjes om de farm zijn. En dat zijn natuurlijk niet muren zoals dit. Maar dat zijn echt muren van, ja, hooguit 2 à 3 blokken hoog. Weet je, waar je gewoon overheen kan lopen. Dat is meer om het af te bakenen, weet je. Voor een beetje lijnen. De lijnen toevoegen van de farms. Oh, nee. Nee, 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 nee. We gaan geen raid starten, alsjeblieft. Ik laat jullie met rust en jullie laten mij met rust. Ik smeek het jullie. Ik ga wel daar hakken. Als is er weer een raid, dan wordt mijn stad weer aangevallen. En ik ben in mijn eentje online. Daar heb ik echt geen zin in. Ik ga wel hier bomen hakken of zo. Alright jongens, mijn hele inventory zit vol. Ik kan volgens mij zo meteen geen blokje meer oppakken. Maar ik heb bijna alles wel even weggehaald. Het kost ontzettend veel tijd. Werk niet. Ik kan zeggen, het kost veel werk. Hé, daar ben ik een paar vergeten. Oh, maar daar waren volgens mij die pilletjes. Laat ik even kijken. Laten we deze nog maar even hakken, voor de zekerheid. Hopen dat ik niet de pilletjes boos maak. Oh, ze zijn weg. Oh, beter. Beter dat ze weg zijn. Maar, kijk, het ziet er nu allemaal even best wel kaal uit. Dus zo, dan denk je, Max, waarom heb je het bos weggehaald? Weet je, een bos maakt het natuurlijk mooier. Maar uiteindelijk, het eindresultaat gaat echt een stuk
mooier zijn, jongens. Dat beloof ik jullie. Laten we er even boven vliegen nu. Pff, er is nog wel heel veel bos wat daar weg moet. Maar dat ga ik nu echt niet doen. Daar heb ik echt geen zin in. Ze begonnen met dit. Het landschap is iets steiler dan ik toch dacht. Maar daar hebben wij gelukkig heel veel dirt en gras voor om dat mooi te maken. Laat ik dit even opbergen. Deze birch logs. Ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Maar ja, ik ga het maar gewoon in de kist douwen. Ik ga het niet weggooien. Het is veel te veel om weg te gooien. Sprucen ook. Dark ook. Wol. Random hout hierboven. Oh mijn god, is dit light grey stained glass in mijn dinges. Ik denk, waarom lukt het me nou niet? Ik zit te klikken en het past niet en zo. Het is nog de prank van Julian. Oh mijn god, hij heeft het overal gedaan. Oh my days. Ik word gewoon nog nu geprankt. Ik dacht dat ik daar gewoon al vanaf was. Legit, hij heeft het overal gedaan. Dat meen je. Dat meen je. In elke kist zit nog steeds glas. Julian, jongen. Je stinkaap. Jij stinkt dat je bent. Gewoon, jij stinkt. Wat een verschil, hè. Dat hier ineens gewoon geen dinges meer is. Oh, ik vergeet de dirt en het gras en zo wat ik mee wilde nemen. Man. En gelukkig heb ik hier in het gedeelte van deze stad, in dit huisje hier, echt kisten en kisten vol met dirt. Laten we dat even meenemen. Zo, hoppa. Steen skip ik nog even. De nether portal laat ik ook nog wel heel eventjes staan. Maar wat belangrijk is, is dat ik nu even een pad maak. Of een richting in ieder geval waar het pad moet komen. Nou, dat is in principe niet zo heel moeilijk. We beginnen gewoon met één lijntje. Hierheen zo. Kijk, dan komen we ongeveer hier uit. Bij dit gedeelte van het bos. En dan gaat hij hier natuurlijk doorheen lopen. Dan moet hij wel dikker. En hij moet niet van dirt zijn, maar dat spreekt voor zich. Nou, dit wordt nog een heel klusje hoor. Om dit echt helemaal mooi te terraformen en zo. Voor mensen die niet weten wat terraformen is. Het is landschap hervormen naar hoe jij het wilt. Het is gewoon, stel het landschap is zoals dit. Maar ik wil het eigenlijk een beetje zoals dit hebben en zo. Dan ben je aan het terraformen. Zo heet dat. Leren jullie ook weer eens wat, hè. Zijn mijn video's ook nog eens een keer nuttig. Kijk, en dit is het hoofdpad. Dus deze wordt vet dik. Maar het pad bijvoorbeeld daar naar het water. Waar ik dan misschien een klein haventje kan bouwen. En het pad richting de jungle en zo. Dat kan gewoon een dun pad worden. Om dan dit daadwerkelijk echt als het hoofdpad te zien. Weet je, dat mensen het verschil goed kunnen zien. Oké, laten we het pad dan nu even helemaal plat stampen. Ik ga er nog geen details aan toevoegen. Want daar is het nu helemaal geen tijd voor. Laten we het gewoon helemaal even van dat, ja, dat padgras. Ik weet niet precies hoe dat heet. Geen idee. Laten we dat er even van maken. Dan hebben we het in ieder geval gemarkeerd. En kunnen we er later altijd veel mooiere details aan toevoegen. Zo, dan hebben we de buitenrandjes gedaan. Dan kunnen we nu helemaal opvullen. Best zonde van mijn schep eigenlijk dit. Want dit kost... elke keer één klikje is gewoon één blokje hakken. Nou, zonde is het ook niet. Want ik gebruik het natuurlijk gewoon nuttig. Maar ja, dit kost gewoon ook van je durability dit. Hoppakee. Kiek is on, jongens. Hoe ziet dit eruit vanuit de lucht? Het ziet er waarschijnlijk niet heel mooi uit. Maar nou, dat is serieus nog wel echt een goed pad hoor. Ik moet alleen naar de vorm kijken, hè, jongens. Het gaat gewoon daar, dan komt daar de bocht pas. En dan waarschijnlijk komt hier weer zo'n bocht. En dan moet je je voorstellen dat hier in de bocht... waarschijnlijk ongeveer, laten we zeggen... hier misschien al de splitsing komt daarheen, weet je. En die is natuurlijk dunner, zoals ik al zei. Is een stuk dunner. Zo. Kijk, dan komt dit er zo uit te zien. Ja, dat gaat leuk worden, jongens. Dan heb je daar zo'n puntje naar kunnen dan een farm in of weet ik wat. Vooral veel farms zoals dit. Gewoon echt sierfarms met bloemetjes en blaadjes en besjes en weet ik veel wat allemaal. Moet er allemaal inkomen. Ja, hier ben ik heel benieuwd naar, jongens, hoe dit er allemaal uit gaat zien. Echt waar. Als jullie leuke ideeën hebben hiervoor, laat het zeker even in de reacties weten. Hé, nog een verdwaalde pompoen. Laat het zeker even in de reacties weten als jullie zeggen... Oh, Max, je moet echt dit bouwen. Een zieke molen met een herberg en een farm. Maak hier je wheat farm. Maak daar een carrot farm. Maak lantaarns op het pad en zo. Kom met de leukste ideeën. Het hoeft totaal niet stedelijk te zijn. Dit kan juist heel wild en een beetje dorpachtig zijn. En niet stedelijk, weet je? Er zit echt een verschil met dorpen en wild en farms en zo. Gewoon boerachtig moet het zijn. Van het platteland buiten het kasteel om, weet je. Kunnen we ook wat leuke details hier aan toevoegen. Misschien een keer de poort wat mooier maken. Want die is eigenlijk nog best wel kaal. Als je hem zo ziet. Misschien een kraampje. Misschien een klein marktje ergens, weet je. Verzin het. Er zijn zoveel leuke ideeën. Grote bomen hier en daar. Echt grote bomen, weet je. Zoals bij het hoofdpad, weet je. De grote boom die bij Anne en Rikkenhuis. Maar goed, dat is iets voor in de toekomst. Voor vandaag gaan wij deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Er zat weer heel veel progressie in. Het is allemaal in één dag opgenomen. Gebeurt niet vaak. Normaal doe ik hier 2 dagen, soms zelfs 3 dagen over. Maar het is weekend, oftewel ik heb mijn hele zaterdag lekker besteed aan contentveen. Echt weer een keertje leuk. Dankjewel voor het kijken. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. Reageer even wat leuks. Want ik lees alle reacties. En dan nu, kijk lekker het vorige contentveen deel. Hierin is er namelijk ook veel gebeurd. Goeie aanrader om even te kijken. Heb je dat nou nog niet gedaan? Doe dat gewoon eventjes. En dan nu spreek ik later glazen water tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yo!